Maar we gaan ook elke dag dat we hier zijn naar de gymzaal toe en krijgen we les of die geven we aan elkaar. De vraag is, wat voor een vakken en praktica krijg je en welke vind je het leukst? Ja, we krijgen heel veel diverse vakken. Van sportmarketing, die jij dan heel leuk vindt, tot didactiek en pedagogiek, die ik dan weer wat leuker vind. Dat gaat meer over de ontwikkeling van kinderen en jongeren, hoe die ontwikkelen en hoe je voor die klas staat. Ja, we hebben introductie sportkunde gehad. Dat geeft een beetje een beeld eigenlijk over hoe ziet de opleiding eruit. Wat zijn je kansen in je carrière? Waar komt de sportkundige eigenlijk aan het werk, zeg maar? En we hebben één stukje professionele ontwikkeling. Daarin wordt eigenlijk gekeken van ja, hoe gaat het? Wat zijn de tips en wat zijn de tops van de opleiding? Waarmee kunnen we je helpen? Ja, er wordt een heel divers pakket aan lessen gegeven. En ik denk dat dat ook het leuke eraan is, dat alles heel breed wordt getrokken en dat je ook in de toekomst daar meer kans hebt als sportkundige om aan de slag te gaan. Leefstijlcoaching, dat is ook wel leuk. Dat krijgen we in de derde blok wat meer. Over hoe je cliënten begeleidt met bijvoorbeeld overgewicht, gedragsveranderingen, voeding en bewegingsadviezen. En we hebben vitale samenleving. Ja, daar zijn we nu mee begonnen. Daar zijn we eigenlijk een beetje aan het kijken naar wat is gezondheid, wanneer ben je gezond en hoe... Hoe herken je dat? Maar we gaan ook elke dag dat we hier zijn naar de gymzaal toe en krijgen we les of die geven we aan elkaar. Ja, ik vind sportmarketing heel interessant. Ik merk ook dat mij dat ligt, dat ik daar best goed in ben en daardoor het ook leuk vind. En ook het vak vitale samenleving. Voor mijn werk ben ik al veel bezig met gezondheid en dat sluit daar mooi bij aan. Dus ik kan ook meteen met mijn werk daar gebruik van maken.